Verhitte leerkrachten zijn vandaag getogen naar het kabinet van de president, alwaar zij hun misnoegen kenbaar hebben gemaakt. Het gaat in deze om leerkrachten die onderwijs verzorgen in het binnenland en ook nog leerkrachten van Paramaribo. Het komt erop neer dat er bepaalde toelages zijn ingehouden. Toen de leerkrachten zijn gaan pinnen, hebben ze opgemerkt dat zij minder salaris hebben ontvangen over de maand april. En dat heeft heel veel kwaad bij hun gezet. En dat is dan de reden dat zij dan zijn getogen naar het kabinet van de president. Men heeft heel wat lobbywerk moeten doen, want in eerste instantie wilde de president slechts een delegatie van 5 personen ontvangen zonder de pers. En de leerkrachten die waren daar tegen. Uiteindelijk is het geworden een delegatie van 20 leerkrachten, maar ook zonder de pers. Dus dat gedeelte waar de petitie dan is voorgelezen, dat heeft slechts dan CDS en overige pers, die mochten niet bij zijn. We voeren u naar het volgende verslag, welke wij maakten voor het kabinet van de president, waar u dan hoort heel wat leerkrachten hun misnoegingen uiten en waar ze dan boos reageerden omdat de president niet naar buiten wilde komen. Hij moet met iedereen komen praten zoals de vorige presidenten het deden. Waarom is deze man bang om te komen praten met mensen? Waarom is hij bang? Laat hij komen praten. Laat ons komen vertellen waar onze gelden naartoe is gegaan. Dat is niet denkbaar. Hij is naar buiten komen, hij moet buiten komen. We hebben geen wapen, we hebben een pen, potlood en een schoolstem. We kunnen het niet permitteren. We kunnen geen pennen en potlood kopen. Het is nu duur geworden. Onze pen en onze schoolstem is onze wapen. We hebben geen pistool of geweer bij ons. Laat hem rustig naar buiten komen zodat we met hem kunnen praten. We zijn zo dichtbij. Nou, wat is Amusmeki aan de deur, waarom? De president heeft geen ballen, want hij kan niet naar buiten komen. Kom met het volk praten toch? Kom met het volk praten! Die bij Abu van Noe, die bij Kastraat. Wat is die nodig? Hebben ze bij moet komen? We willen allemaal een oplossing. Een oplossing willen we hebben. Zo kan het helemaal niet verder. Wat doe je met dat geld? Wat kunnen we met dat geld kopen? Niets! Ja, we werken zo hard voor een klein beetje geld. Laat hem naar buiten komen zodat we met hem kunnen praten. Wij leerkrachten verdienen niets, zo zijn onderbetaald. Moeten naar morgen lagen, want op een ladder. En op gang. SD Mimonikba. SD de stort, SD Mimonikba. Ik moet van 4 maanden naar het binnenland. Hoe ga ik het doen, Samonyang? Daf mi drink water dan mi winti. Ik ben loom met de people. Toch? Om stem geven. Maar kom je naar buiten dan? Heb ballen, heb ballen. Waarom kan je niet met je man? Ik was even gekomen. We gaan met de media. Dit is absurd. Als je de media niet erbij wil. Wie heeft hij al genomen, dan komt hij ons nog pesten. Het is verschrikkelijk. Ik vraag me af. Wie heeft meneer Chan gepest tijdens zijn school? Dat hij dit doet. De media gaat erbij. De media is ons getuige, want ze kunnen dingen verdraaien. Zijn er geen media naar binnen? Nee. Ze gaan liegen. Ze gaan liegen. Kijk hoe ze staan. Dankzij de leerkrachten. Hier gezien. Zo is het. Meneer, mijn kinderen hebben dat niet verhit. Mijn kinderen is er geen klaan hier. Wat is de reden dat u hier bent? Meneer, ik ben gaan pinnen en ik schrok van mijn salaris. Toen ik vroeg, hebben ze gezegd nee, de Poerwansa niet. Want we hebben geen loonstrook gehad. Hè? Ze geven geen loonstrook. En daarom zijn we hier. We kunnen niet meer betalen. Kijk, benzineprijs. Kijk, broodprijs. Soms ga je naar school, je raakt gedemotiveerd. Omdat die leerlingen het niet hebben om te komen. Die ouders hebben het niet. En nu staan we hier om te protesteren. En dan kom je zeggen van wat is het doel? Dit is het doel. We zijn niet komen chillen. We komen voor onze rechten op. En daarom ben ik hier. En ik zeg, als 20 mensen naar binnen gaan, gaat de pers.
Sasha ook naar binnen. Wij gaan niet alleen naar binnen. We hebben gevraagd dat hij naar buiten komt. Hij heeft geweigerd. Want hij zegt 5. Later hebben we gezegd 20. Hij zegt nee, 20 gaat naar binnen. Maar zonder de pers. En dat pikken we niet. We pikken dat niet. Wanneer ik ben moe, ik ben verheerd. Anders ga ik gekke dingen zeggen. Want ik ben niet koud. Ik ben niet koud. Zo. Maar waar geeft u les? In het binnenland of hier in de stad? In Paramaribo geef ik les. Ik ben een leerkracht en ik geef een Paramaribo les. Je hebt ook leerkracht hier van het binnenland die niet kunnen afreizen. Reden waarom? Financiën. Ze hebben de kosten niet betaald. Ze moeten op eigen kosten gaan. Maar kijk, we komen niet uit met onze salaris. Nog geen 150 euro dat we ook verdienen. Nee, nee. Wat is uw boodschap aan de president? Mijn boodschap? We vragen alle. Laat hij naar buiten komen en ons komen uitleggen waarom die aftrekken van die gelden. Laat hij ons met ons komen praten. Niet wanneer het verkiezingstijd nadert, komt hij. Laat hij nu bij ons komen. Want hij was eerder thuis bij mij. Ik moet op hem stemmen. En ik heb op hem gestemd. Dus ik verwacht ook dat hij nu naar buiten komt. Want ik heb hem nodig. Met dit de manier, Lukuja. Mijn heer onze sumo. Mijn heer bij die brokken. Het water. Mijn mama bij de sani. Laat hij naar buiten komen. We willen niet onheus zijn, we zijn leerkracht, we zijn getraind. Laat hij naar buiten komen, kijk hier. Dankzij de leerkrachten, kijk hier. En ik herken een aantal ex-leerlingen van me hier. Toch? Laat hij naar buiten komen, kom met ons praten. Die andere presidenten kwamen naar buiten, laat hij ook komen. Minister Chan. Hoe lang zit u in het onderwijs? Meneer, ik zit al jaren in het onderwijs. Ik zit al 24 jaren. En wat is nu de situatie in het onderwijs? Is niks. We hebben een gebrek aan doorstroming. Wij staan niet open voor doorstroming. Je komt, je doet je best en dan ga je over. Maar doorstroming, ik ben geen voorstander van. Want kijk wat we nu hebben. Die kinderen raken gedemotiveerd. Anderen zeggen gewoon, mijn naam Fleury, toch moet stromen door. En jij als leerkracht, jij weet dan geen raad meer. Want je maakt alle moeite om dat kind erbij te betrekken. Maar als een kind zegt van, nou meneer, kom. Lucas Matroon, die zeggen dat hij. Ik ga toch doorstromen, ik kom niet. En ga kijken op de scholen. Ze komen niet. Ze komen niet. Ik wil niet onbeliefd zijn, maar ik ben niet te spreken. Even niet. Door mijn boosheid kan ik verkeerde dingen doen. Dus liever niet. Dank u wel daarvoor. Ja. Goedemiddag. Of goedemorgen. Ja. Ik wil gewoon. De reden dat u hier bent. Wat zijn we hier komen doen? Denk jij dat we niets thuis te doen hebben, meneer? Echt niet. En bij u, wat speelt bij u ook de inhouding? Alles, voor alles. Salaris, gronden, kledingstoelagen, alles wat we SZF. Nodig hebben. SZF, betere dingen voor SZF. Alles. Heb je een boodschap voor de president? Ik heb geen boodschap voor hem. Hij moet naar buiten. Dat is mijn boodschap. Samara, we zijn gomoro para. Tide, Samara, we zijn gomoro para. Tide, Samara, we zijn gomoro para. Tide, Samara, we zijn gomoro para. Hij wil niet naar buiten komen. Hij vraagt dat wij moeten gaan. Maar toen hij propaganda maakte, kwam hij wel naar buiten. Nu moeten wij naar hem gaan. Nee, we gaan niet. Laat hij komen. Daar ben je maar bij. Mina Santigrona Dorosei. Daar ben je mee. John, kom naar buiten. Kom naar buiten. Zijn boskopen die heb je, president? Hij moet zichzelf als een president tonen. Hij moet gezag hebben voor ons. Zij laten ons gewoon niet bakken. Wij zijn het fundament. We zijn leerkrachten. We hebben dat geld nodig. Alles is zo duur. Een zakreis kost 900 SRD. Waar gaan we naartoe? Chan, kom naar buiten. Waarom moet je niet bakken? 350 SRD heb je gezet. Dan neem je het weer. Ammonino Dorin, dit is maar pak je boten, Chan. Ik ben hier omdat ik zeer ontevreden ben, meneer. Ontevreden waarover? Ontevreden over heel wat zaken. Het gaat niet in het land. Het gaat niet goed in het land. Ja, de salarissen laten te wensen over. Onze geld wordt ingehouden. Zonder enige reden. Ik vind het gaat niet goed. En ja, ik ben eigenlijk een beetje moe hoor. Ik zeg u eerlijk, ik ben moe. Ik ben het zat. Ik ben deze regering zat. Dus ik heb... Dus eigenlijk kort gezegd, ik heb geen geloof meer in ze.
Waar geeft u les? Stad of binnenland? Ik geef les in de stad, op Geersvleet, op de Geef Kalenderschool. Ja. En wat zijn de situaties nu op de scholen? Nu zitten de kinderen thuis, ook vanwege wateroverlast. En hoe is het gesteld met het onderwijs gebeuren nu in Suriname? Heel slecht. Heel slecht. Ik wil eigenlijk hierover niet zoveel kwijt. Maar het gaat niet goed in het onderwijsveld ook, omdat er bepaalde zaken zijn ook waarmee we niet eens zijn. Zoals bijvoorbeeld het doorstroomsysteem. Snapt u? Het is iets waaraan we... Ja, we hebben er geen woorden voor als leerkrachten. Snapt u? En dit komt ook doordat kinderen lui worden. Snapt u? Kinderen stromen door. Ze begrijpen er geen kaas van. Een kind van misschien zeg maar leraar 5. Weet misschien niet eens een makkelijk rekensommetje te maken. En wat er komt, dat er heel doorstroom gedoe. Dus Die kinderen zijn niet gemotiveerd. Ze zijn niet gemotiveerd. Ze doen hun best niet. Omdat ze weten dat ze automatisch overgaan. En dat kan niet. In mijn tijd had je dat niet. Dus ik vind het onderwijs moet echt overstappen van dit systeem. Om weer te gaan van, weet je. Je moet gewoon je best weer doen. Dan wat voor cijfer je ook krijgt. Maar het feit is, ook al heb je een 6 gehad, je weet, je hebt ervoor gewerkt. Had je een boodschap voor de president? De president wil ik zeggen precies zo. Toen hij zijn campagne had en naar die mensen ging, toch? Om tot ze te praten, toch? Zodat hij president kan worden dan van vandaag. Zo ook laat hij naar buiten komen, toch? Om ook tot ons te praten. Als hij zegt dat hij inderdaad een vader is van dit land Suriname en wij zijn kinderen zijn, laat hij naar buiten komen en tot zijn kinderen praten. En om aan te luisteren van wat voor problemen zijn kinderen hebben. En niet dat er maar 20 leerkrachten naar binnen gaan zonder de pers. Nee, als we naar binnen moeten gaan, dan moet de pers ook mee, want we willen horen wat er gezegd is. En als dat niet kan, dan gaan we niet naar binnen. U staat er ook hier, waarom? Jawel, ik wil mijn geld. Daarom sta ik hier. Hoeveel is van u ingehouden? Is mooi wat. Ik kan tenminste een pak brood kopen, want dat is brood zo duur nu. Jawel. En u was verrast daardoor? Ja, want dat was niet onze afspraak. We zouden eigenlijk meer krijgen, maar plotseling zie je minder. Dan word je boos, want dan heb je plannen gemaakt. Jawel. En de waardering die men heeft voor jullie als leerkrachten? Is slecht, baar slecht. Is gewoon te slecht, meneer. Echt slecht. Je krijgt een dochterskaart en dan ineens mogen je kinderen niet erop. Een heleboel dingen. Er zijn een heleboel dingen. Zo kappijn. Waar geeft u les? Stad of binnenland? In het binnenland. Vooral wij in het binnenland. Ja. En hoe is het onderwijs in het binnenland? We doen als een best. Veel problemen? Ja, heel veel. Zoals? Een meubilair en een heleboel dingen hoor, meneer. Echt, er zijn te veel dingen om op te noemen. Ja. Dus nu is iedereen verhit. U ziet het zelf. We wachten op de president en hij zit vast binnen, denk ik. Hij kan niet naar buiten komen. Had u een boodschap voor hem? Laat die alles in het land anders aanpakken. Het gaat niet. Echt alles, van benzine tot koers. Alles. Laat die alles goed aanpakken. En beter. Laat die advies vragen als hij het niet kan. Je moet zich niet schamen, want het gaat echt niet in het land. Geld, dat heb ik gezegd, ik heb geen geld meer. Helemaal niet. Dat mag je dingen zeggen. Maar ik heb deze geld om een paraplu te kopen, dat ben ik op een bewoning. Meneer, kijk eerst hier. Kijk, wij leerkrachten kunnen niet eens een tas kopen. Niet eens een tas kunnen we kopen met dat geld dat we ontvangen. Niet eens een schoen. Een schoen kost tegenwoordig 12 en 1300 SRD. Er is gisteren gestort. Vandaag is het geld op. Het kan niet toch? Ah. Is er ook bij jullie ingehouden? Jawel. Verschillende bedragen. En we kunnen niet... We komen al niet uit met dat geld. En dan wordt er ingehouden. Wat moeten we dan doen? Heb je vaste lasten nog? We werken alleen op vaste lasten en benzine te betalen. Meer kunnen we niet. Zelfs het onderwijs heeft geen materiaal voor de scholen. We moeten ons in onze eigen zak gaan. Als we goed les willen geven, ja. Dat is het probleem. En met dat weinige dat we verdienen, moeten we uit kunnen komen. Het kan niet. Dus u merkt een bepaalde achteruitgang in het onderwijs? Ja, klopt. En hoe staan jullie tegenover doorstroming? Dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Het hele doorstromen gedoe heeft alles
Kinderen stromen leeg door. Yeah. Ik zeg dat. Kinderen stromen leeg door. Ze komen in de zesde klas. Ze kunnen niet eens uit een leesboek lezen. Mm. Snapt u? Want dat kind moet doorstromen. Blijven doorstromen. Leeg. Een kind kan bijvoorbeeld geen klanken. In de eerste klas kent dat kind geen klanken. Maar dat kind moet doorstromen. Hoe gaat dat kind doorstromen zonder te kunnen lezen? Dat kind weet misschien niet eens zijn naam of haar naam schrijven. Hoe wil je laten doorstromen? En dan met het weinige salaris wat we krijgen, haal je nog weg. En dan wil de president niet met ons komen praten. Maar hij niet wil te gaan, want hij ons stemmen nodig heeft. Had u een boodschap voor hem? Hij moet naar het volk komen. Dat is mijn boodschap naar hem. Als het verkiezingstijd is, moet hij met het volk komen praten. Het volk is nu in nood. Nu moet hij komen praten, nu. Hij moet naar buiten komen. Meneer Munsi. Meneer Munsi, je moet niet weglopen, praat dat toch. Je moet niet weglopen. Is hij president? Alle leerkrachten aan het drukken. Jammer voor die kinderen. Zo simpel is het, dat is corona. Ja toch, jammer voor die kinderen. Wie is een man, boy? Vrieselijk. Dan winst van de wankar VP kouteren. Even naar VP, de juris waar je bent. Ja toch, zo simpel is het. Ja maar wins van PP tang aan je kouteren, abet dat kan gaan aantieden. Nou man, en dat is het toch, deze man is een egoïst. Dat is zijn probleem. Heeft hij maar van 10 leerkrachten afgetrokken? Nee. Heeft hij maar van 20 leerkrachten afgetrokken? Nee. Van alle leerkrachten. De ambassadeur Juju is daarbij in zee. Dames, ik vind dat we nu te veel praten. Wat we gaan doen? Wat we gaan doen? Zijn jullie naar ons gekomen? Nee, die stof hè? Die stof hè? Gewoon hoe kon je? We zijn nog gewinst van de VP, laten we hier komen. Wie nog zal vrede? Waarom niet aan de vrouw net? Oké. Hebben we niet gezegd dat er kijk niet naar die dekker. Dat is nog iets anders dan wat er nog gaat door wat we willen. Nu net ik maar niet aan de vrouw. Oké. Even. Wie gaat net naar binnen? Mero. Rocky, not that no woman is coming here. No one money. Mero. And if the no one give one money, Unia Rocco. Mero. We have our four cowera. No one money on that Afra. Halata Prato. Niet iedereen heeft dat tegen, maar we kunnen meer leren. We praten straks. Amen. Ja, eet niet, je drinkt niet. Waar is de, gaat de pers met je mee? Gaat de pers met je mee? De pers gaat mee. Mero, op de stoep, niet naar binnen toch? Niet naar binnen, tot de stoep. Tot de stoep, niet naar binnen. Kom maar, ook naar proefrij, dan moet ik het hebben voor nog gaan. We gaan geen last hebben. Hey!
gewoon wat wij verdienen, wat voor we hebben gewerkt. Hoe nog tegen de president? Nee. Om met een groep van 25 man binnen te zijn. We moeten alles netjes op, in kaart brengen. En er gaan ook verschillende ministers erbij zijn. Waaronder onderwijs, financiën, om samen aan tafel te gaan. Want we moeten logisch blijven denken. We gaan niet met iedereen naar binnen kunnen. Maar er gaat een groep gemaakt worden om tenminste 2 mensen van elk district binnen te krijgen. Waaronder Paramaribo meer dan 2. En we proberen ook zoveel mogelijk elk niveau, als het nou basisschool is, VOJ of whatever, middelbaar, dat er ook vertegenwoordigers daar binnenkomen. Dus morgen zijn we hier om 9 uur, hij vraagt ons om 9 uur en dan gaan we daar naar binnen met die groep. En de pers? We hebben nog niets vernomen als de pers erbij mag. Nee, CDS legt alles vast en dat is wat we willen. CDS is hun instituut zelf dus. Kunnen we dan van hun. En jullie gaan daarmee akkoord? We waren net met een opname van een andere ding. Maar het is geboycott. Je wordt geblokt. Je komt niet door als je met een ander medium bezig bent. Maar wat is nu het gevoel daar de president met je? Nou, we hebben persoonlijk hebben we dingen voorgelegd. Dingen waarvan hij op de hoogte is en ook niet, zoals altijd. Maar er is gevraagd dat wij morgen terugkomen met alles op papier, zodat we het dan kunnen bespreken. En daarom hebben we gezegd, we gaan tenminste met 2 mensen van elk district komen. Want ik ben hier in Paramaribo, ik weet niet wat de knelpunten zijn in Sipaliwini of Brokopondo of Komowene, whatever. Dus met die groep, die delegatie willen we morgen naar binnen. En dan is het wachten daarop. En jullie blijven erbij, geen banden? We blijven daarbij, geen banden, want ze hebben nooit iets kunnen doen.